Welkom bij onze Spellenzolder en dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar het spel Sugar Gliders, uitgegeven door White Goblin Games. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer een half uurtje mee zoet bent. En in dit spel kruipt iedere speler in de huid van een Sugar Glider. In het Nederlands noemen wij deze beestjes suikereekhoorns. En wat je gaat doen is je gaat door de boom springen van tak naar tak op zoek naar voedsel. En elk soort voedsel heeft een aantal punten afgedrukt. En dat bepaalt hoe ver je kan springen en hoeveel punten je uiteraard aan het einde van het spel springt. Daarbij probeer je je tegenstanders natuurlijk in de weg te zitten. En zo zodoende zelf de meeste punten naar binnen te schrapen om uiteindelijk de winnaar te worden van dit spel. Dus laten we snel maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Het spel is gemaakt door Nestor Romero Andres en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder ook het Nederlands. En dat zijn 1-2 pagina's, het zijn geen moeilijke regels. Verder krijgen wij het speelbord met daarop de boom waarin wij gaan spelen. Het is een dubbelzijdig bord, 1 zijde voor het 2-spelerspel en de andere zijde waarbij de volledige boom gebruikt wordt voor het 3- of 4-spelerspel. Verder krijgen wij voor elke speler in zijn of haar kleur een Sugar Glider. En natuurlijk de verschillende takken waar zij naartoe kunnen springen. Met erop de verschillende soorten voedsel die ook weer punten waard zijn. Dat is wat we krijgen. We gaan gelijk maar eens een spelletje spelen. En zo ziet het spel er aan het begin uit, even opgezet voor 4 spelers. Je verdeelt de takken willekeurig over de boom. En dan kiest elke speler een startpositie op een van de tegeltjes met een 1 erop. En dan ben je klaar om te gaan beginnen. De speler die aan de beurt is, heeft keuze uit 2 opties. Ofwel hij kan springen, ofwel hij kan rusten. Als je springt, dan kijk je naar de tegel waar je op staat. Het getal waar je op staat geeft aan hoeveel je mag springen, hoeveel stapjes. We beginnen natuurlijk allemaal op een 1, dus we mogen 1 stapje springen. Springen gebeurt altijd in een rechte lijn. En vanuit elk vakje gaan in principe 6 rechte lijnen. Je mag niet uit de boom springen. En je mag ook niet over of op vakjes springen waar een medespeler staat. Dus als ik bijvoorbeeld wil springen met mijn rode Sugar Glider, mag ik 1 stapje springen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik spring naar deze 5. Het vakje waar ik vandaan kom, dat pak ik, in dit geval de 1. En dat zijn de punten die ik score en die leg ik gesloten voor me neer. En dan is de volgende speler. Het kan ook zo zijn dat je vanuit een leeg vakje gaat springen. Dat zal voornamelijk wat verder in het spel gebeuren. Als je vanuit een leeg vakje wilt springen, dan moet je 1 van jouw tegeltjes afleggen. En de waarde die op dat tegeltje afgedrukt staat, bepaalt hoeveel stapjes je mag bewegen. Het meest bijzondere veld is het veld in het midden van de boom. Als je daar vandaan wilt springen, moet je wederom, het is een leeg veld, betalen om te mogen springen. Het maakt niet uit welk fiche je daarvoor aflegt. En daarna mag je springen naar een willekeurige tak in de boom. En je hoeft niet rekening te houden met rechte lijnen of andere spelers. Je kunt gewoon zeggen, ik wil in 1 keer hier naartoe. Voor het tellen van de vakjes om een afstand te bepalen, tellen de lege vakjes en het centrale vakje ook gewoon mee. Dus als ik vanuit dit vakje moet springen, daar sta ik op een 5. Dan moet ik gewoon 1, 2, 3, 4, 5 springen. Dat is de enige legale move. Je kunt niet zeggen, ik spring maar 4. Je moet het getal springen waar je op staat. En dan kom ik dus hier terecht en dan pak ik wederom de tegel waar ik vanaf kom. De tweede optie is rusten. Als je rust, betekent dat effectief dat je stil blijft staan. Sta je stil op een tegel met nog punten erop, dan pak je die en blijf je gewoon staan. Sta je stil op een locatie waar geen tegeltje ligt, dan gebeurt er niets. Effectief ben je gewoon aan het passen. Dus dat is de tweede optie, het rusten. Maar dat geeft je misschien de mogelijkheid om vervolgens weer naar andere tegeltjes toe te lopen. Want zoals jullie nu zagen, ik heb hier een rust genomen. Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, joh, volgende beurt lever ik een 1 in om lekker op deze 5 te gaan staan. Op die manier gaan de spelers omste de beurt hun beurt doen. Het spel is voorbij zodra de hele boom kaal gegeten is. Of als alle spelers achter elkaar kiezen voor de rustactie. Zodra alle 4 in mijn voorbeeld de spelers achter elkaar zeggen ik kies voor een rustactie, dan is het spel ook meteen voorbij en dan is het een kwestie van tellen.
hoeveel punten heb jij verzameld gedurende het spel? En degene die de meeste punten bij elkaar heeft gesprokkeld, die wordt de winnaar van Sugar Gliders. En zo wordt dit spel gespeeld. Sugar Gliders is een leuk en simpel familiespel met heel eenvoudige regels. Je probeert zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen door een beetje door de boomtoppen te vliegen en de beste tegels naar je toe te trekken. En aan de ene kant kun je daar best nog wel andere spelers lekker mee dwars zitten door ofwel een tegel net voor hun neus weg te kapen of in hun pad te gaan staan zodat zij niet kunnen springen. En aan de andere kant is het ook handig om een beetje vooruit te plannen en kijken waar je tactisch handig kan gaan staan. Soms is het een goed idee om een rust te nemen, zodat je daarna met een goedkoop tegeltje één stapje kan doen en vervolgens op een heel kostbaar tegeltje terecht kan komen en die jou zelf kan toe-eigenen. Dus ja, er zit nog wel wat uitdaging in, maar het is absoluut niet heel veel diepgang. Vormgeving is ook leuk gedaan. Je krijgt prachtige miniatuur suikereekhoorntjes, een heel fraai speelbord en alle fiches met de verschillende lekkernijen voor de Sugar Gliders zien er ook gewoon erg leuk uit. Sugar Gliders doet me een beetje denken aan het spel Pingwing, waarbij je met pingwings dus over ijsschots springt en de visjes opeet en daarbij dus ook wakker achterlaat. Maar pingwings naar mijn mening net wat gemener, omdat je pingwings van tegenstanders kan blokkeren, waardoor ze op een ijsschots komen te staan, van waar ze niet meer bij de rest van het speelbord komen. En ja, dan dus effectief eigenlijk uitgeschakeld worden. En bij Sugar Gliders kan iedereen altijd gewoon door die boom blijven springen. Alleen moet je hier dan weer punten voor inleveren om verder te komen als je niet op tegels komt met of op vakjes komt met een tegeltje daarop. Ik vond dat gemeenere element net wat leuker. Dit spel heeft absoluut ook zijn manieren om je tegenstander lastig te vallen, wat ik al aangaf, door in de weg te gaan staan of een tegeltje voor iemands neus weg te kapen. Maar al met al vind ik het een leuk, grappig spelletje, wat lekker snel speelt, er fraai uitziet, maar mij net gewoon niet kan pakken. En het is om die reden dat ik het maar 2 sterren heb gegeven. Bell and Zolder.